Op een middag, toen Floddertje uit het bad was, zei haar moeder: kind, over een half uur komt er visite. En ik weet dat je onmogelijk een half uur schoon kan blijven. Dus sluit ik je op in je kamertje. Dat vind je zeker wel goed, hè? Dat vind ik helemaal niet goed, schreeuwde Floddertje. Maar moeder pakte haar beet en sloot erop in haar kamertje, samen met haar hondje Smeerkees. Daar zaten ze, samen in dat kamertje boven. En ze verveelde zich zo, zo ontzettend. Floddertje ging treurig voor het raam staan kijken. En net op dat ogenblik kwam er een schilder aan. Een schilder die zijn ladder tegen het huis zette. Met twee grote potten verf klom hij naar boven. Hij klom langs het raam van Floddertje, steeds hoger en steeds hoger naar boven. En helemaal bovenaan de ladder, bij de dakgoot, ging hij staan schilderen. Kom mee, Smeerkees, zei Floddertje. We kunnen ontsnappen. We gaan het raam uit en we gaan langs de ladder naar beneden. Ze deed het raam open, klom naar buiten met het hondje onder de arm en stapte op de ladder. De schilder stond boven haar. Hij stond ook op de ladder. Maar hij merkte niks. En nou naar beneden, Smeerkees. Kom mee naar beneden. Maar Smeerkees vond het eng en griezelig. Hij spartelde en de ladder begon te wiebelen. De schilder schrok zo dat hij een van de potten verf liet vallen. Floddertje was bijna beneden. Ze was op de tweede tree van de ladder. Toen ze alle blauwe verf over zich heen kreeg. Toen de schilder naar beneden keek en een blauw meisje zag met een blauw hondje, schrok hij nog veel erger en hij liet de andere verfpot ook vallen. Ditmaal was het rode verf. En Floddertje kreeg de volle laag over zich heen. Smeerkees kreeg enkel een paar klodders rood op zijn blauwe vachtje. Daar stond nu een paars meisje op straat. En naast zich had ze een rood en blauw gespikkeld gevlekt hondje. Moeder dacht ondertussen dat Floddertje nog altijd op de kamer zat. Toen er werd gebeld, deed ze open en zag een agent op de stoep staan. Is dit misschien uw kind? Vroeg de agent. Helemaal niet, zei moeder. Mijn kind zit boven. Ze is opgesloten in haar kamertje. Mijn kind is niet paars. Wat u daar hebt is een afgekloven pruimenpit. Toen begon Floddertje te huilen. En Smeerkees ging jammerlijk janken. En ineens zag moeder dat het haar dochtertje was met het hondje. Ze greep Floddertje bij haar kraag en Smeerkees bij zijn vacht en sleurde ze allebei naar binnen. Naar de badkamer. Voor deze ene keer vulden ze het bad met terpentijn.
want met water gaat verf er niet af. Na heel lang schrobben en boenen waren Floddertje en Smeerkees weer schoon en helder. Maar het bad zag er verschrikkelijk vies uit met blauw en rode veeg. En moeder zag er ook verschrikkelijk vies uit. Ook met blauwe en rode en paarse vegen. En haar haar zat vreselijk. En toen kwam de visite. Een dame en een heer. Het was heel gezellig hoor, daar niet van. Maar toen ze weggingen en op straat stonden, zei de dame: is het niet vreemd dat zo'n keurig meisje zo'n vieze moeder heeft? Ja, dat vind ik ook hoor. Heel vreemd, zei de heer, zo'n smerige moeder.